leiding 17 heeft zich vandaag een familiedrama voorgedaan, waarbij een vader vermoedelijk zijn 41-jarige dochter om het leven heeft gebracht. Dat heeft hij gedaan in een weiland, dat zou zijn gebeurd in een weiland achter de woning waar de mensen dus verbleven. Het was een heel stuk naar binnen en duidelijk was te zien dat de brandweer ook was ingeschakeld om assistentie te verlenen. De ambulance dienst en de politie enorm veel moeite hadden om zich door het terrein te begeven. Daarna moet de man vermoedelijk een middel hebben ingenomen, naar wat wij van mensen hebben begrepen, minim. Maar hij is dus toch met een ambulance afgevoerd. Terwijl we hier ter plaatse waren, het heeft nog een tijdje geduurd voordat de afdeling forensische opsporing van de politie hier kon komen. Want we hebben begrepen dat ze geen olie hebben om te tanken in hun auto's. Dus het heeft, in ieder geval, we waren al zeker anderhalf uur hier en de forensische opsporing van de politie was nog niet aanwezig.